Ja, en dan is het voor de fiets wel een stukje verder lopen. Maar dan help je de hulpdiensten wel zeker mee. We staan hier op een van de hulpdienstopgangen voor het strand in Noordwijk. Dat is om en nabij de 13 kilometer lang. Dus je kunt je ook voorstellen dat er regelmatig incidenten gebeuren hier op het strand. Deze opgang wordt ook gebruikt door de KNRM voor de reddingsboot. Daarnaast is het ook een ambulance overnameplaats. Dus dat betekent dat slachtoffers van het strand hier worden overgenomen door de ambulance. En zeker als die KNRM uitrukt, dan is hier alle ruimte nodig op deze opgang. Hoe vaak komt het voor dat de opgang toch geblokkeerd is? Gelukkig zien we daar de laatste tijd eigenlijk steeds minder dat gebeurt. De gemeente die heeft hier maatregelen getroffen, met name voor het verbreden van de opgang. Er is duidelijk beleiding aangebracht hier. Mensen worden gewaarschuwd met borden. En er wordt zelfs een verkeersregelaar ingezet om te voorkomen dat mensen toch hun fiets hier neerzetten. Het gaat gelukkig steeds beter, maar toch zien we nog regelmatig mensen die wel hun fiets, bromfiets of scooter hier op de opgang zetten. En daarmee dus eigenlijk de hulpdiensten hinderen. Nou, ik zou vooral aanraden om een fiets gewoon in de daarvoor aangebrachte fietsstalling te parkeren. Ook zeker die ruimte hier vrij te houden. En dan is het voor de fiets wel een stukje verder lopen, maar dan help je de hulpdiensten wel zeker mee.